Nou, we staan hier aan de Oplose Dijk in Overloon. Op dit terrein zou vandaag de spectaculaire autocross plaatsvinden. Maar je ziet het al als je een beetje om je heen kijkt. Het hele terrein stond onder water en staat nog steeds voor een groot gedeelte onder water. Vannacht een geweldige hoosbui met flink onweer. Nou, dat heeft de organisatie nog weg kunnen werken. Maar toen kwam er om 8:30 nog een bui overheen. En toen was het einde verhaal. Toen moest men besluiten om deze autocross af te lassen. Helaas, voor de liefhebbers van deze sport gaat het dus niet door. Maar op 27 september aanstaande komt er een herhaling. Hè, en hopen we dat het dan wel goed weer wordt vervolgd.